Goedendag, het weer is duidelijk in wat rustiger vaarwater gekomen dit weekende. En ook vandaag is het rustig weer. En dat betekent in het zuiden dat er nog wel sneeuwresten aanwezig zijn. Maar nieuwe sneeuw, dat komt er niet aan. Geen verse sneeuw. En ook lang niet overal ligt er sneeuw. Hier zien we een heel ander dek aan de grond. Een dek van mooie witte en paarse bloemetjes. Dat doet het toch al een beetje lenteachtig aan, deze krokus. Wat krijgen we de komende dagen? Nou, vandaag, deze maandag en dinsdag gaat er niet zo heel veel meer veranderen. Er is veel bewolking aanwezig en de zon die breekt hier en daar door. Het is heel rustig en dat komt omdat we een uitgestrekt hoge drukgebied zien boven onze omgeving. Dat hoge drukgebied dat zorgt voor een noordoostelijke stroming waarin niet al te veel wind staat, maar wel veel wolkenvelden aanwezig zijn. Dat gaat morgen ook gewoon zo door. Ook dan verwacht ik niet al te veel zon. En dan zien we op woensdag dat er een storing vanuit het noordwesten dichterbij gaat komen. En die gaat dan in de loop van de avond, zoals de timing nu is, in de loop van de avond vanuit het noordwesten regen brengen. Maar landinwaarts kan de temperatuur in die avond wel al dalen tot onder het vriespunt. En dan krijgen we toch wel een beetje een spannende weersituatie die we de komende dagen goed in de gaten gaan houden. Want dan kan die regen misschien wel op een bevroren ondergrond gaan vallen. En dan kan je zeer gladde wegen gaan krijgen. Zoals dat nu getimed is, is dat voor de zuidoostelijke helft van het land. Die kans is aanwezig en dat gebeurt dan in de nacht van woensdag op donderdag. Maar ja, dat is nog ver weg natuurlijk. Die timing kan nog een beetje gaan veranderen. Misschien komt het wel wat eerder of juist wat later. En dat is dus iets om goed in de gaten te houden. Hier zien we dat neerslaggebied overtrekken. In Duitsland levert het zelfs wat sneeuw op. Daarachter een meer noordelijke stroming even op donderdag. En juist ook wat hogere temperatuur, omdat deze luchtsoort gewoon iets warmer is. Nou, voor het zover is, hebben we eerst dus nog te maken met grijs weer. Zo ziet het er vanmiddag uit. Veel wolkenvelden boven Nederland, maar er valt hier en daar wel een gaatje in. Bijvoorbeeld in het zuidwesten van het land. Dan komt de zon er even bij. Het is heel moeilijk aan te geven in dit soort weersituaties met een dergelijk wolkendek waar die gaatjes precies gaan vallen. Op hetzelfde moment kan ook zo'n gat weer helemaal dicht gaan lopen vanmiddag en kan er in het noorden een gaatje ontstaan. Nou, elke zonnestraal die is bij wijze van spreken meegenomen vanmiddag. Temperaturen liggen zo tussen 3 en 5 graden. En vanavond en vannacht blijven die wolkenvelden ook aanwezig. De temperatuur die daalt dan tot rond het vriespunt. Hier en daar komt het wel tot vorst. Klaart het wat langer op, wat breder op. Dan misschien ook in het noorden nog wel wat mist. Er staat ook vannacht heel weinig wind. En morgen overdag opnieuw toch wel zo'n bewolkte dag. Met hier en daar kans op wat zon en temperatuur in de middag rond de 3 graden. Woensdag is de wind dan naar het zuidwesten gedraaid. Dan is er nog steeds veel bewolking aanwezig. En u had het al gezien op de animatie dat dan vanuit het noordwesten in de avond die regen komt binnenschuiven. Dat is de planning die we nu hebben. En dan de dagen erna, nou dan gaat de temperatuur grofweg toch wel iets omhoog. Vooral die donderdag is het net even wat zachter, 9 of misschien wel 10 graden lokaal. Daarna weer die temperaturen zo rond de 5 graden, later in de week weer iets stijgen. U kunt het zien, echt koud winterweer, dat zit er voorlopig niet in. We hebben eigenlijk wel te maken met vrij normaal januariweer. Nog fijne dag.